Wat bedoelen we eigenlijk als we over confederalisme spreken? Een wat vreemde vraag misschien? Het antwoord is toch simpel? Tenminste, als je de klassieke definitie hanteert. In de klassieke definitie worden staten onderverdeeld in drie heel verschillende systemen, elk met hun eigen kenmerken. Eenheidsstaten, federale en confederale staten. Wat houdt dat nu in? Eenheidsstaten zijn staten met een sterke centrale overheid, bijvoorbeeld Nederland. In een federale staat heb je een federale overheid en deelstaten. In de grondwet staat welk niveau voor welke zaken bevoegd is. Een confederale staat gaat nog verder. Daar zijn het onafhankelijke staten die een verdrag sluiten om bepaalde dingen samen te regelen. Bijvoorbeeld defensie. Vandaag de dag vind je daar eigenlijk geen voorbeelden van. Wel in het verleden, Servië en Montenegro. Dat is een confederatie geweest, die zijn weer uit elkaar gevallen. Zwitserland, Verenigde Staten, die zijn dan weer uitgegroeid tot federale staten. Anderzijds zijn er wel een hoop voorbeelden van confederaties, omdat in die klassieke definitie het eigenlijk een duur woord is voor een internationale organisatie. Dus België moet eerst splitsen voor het een confederale staat kan worden? Volgens de klassieke definitie wel, maar vandaag zijn er meer en meer eenheidsstaten die fragmenteren. Dat zijn vaak multinationale staten. Dat wil zeggen dat daar gemeenschappen leven met een eigen identiteit die om die reden autonomie eisen. Soms zelfs willen afscheiden. De politieke realiteit is helemaal veranderd. En in de klassieke theorie is er niet echt een antwoord op staten waar regio's meer zeggenschap willen of krijgen. De klassieke definities zijn nu dus minder interessant. Daarom gebruik ik een andere definitie, die meer aansluit bij de politieke realiteit. Dat betekent dat confederalisme de macht bij de deelstaten legt. Zij hebben de meeste bevoegdheden en zeggenschap. Als je die definitie gebruikt, dan houdt confederalisme niet per se een splitsing in. In plaats van een strikte afbakening tussen eenheidsstaten, federale en confederale staten, kan je beter gebruik maken van een glijdende schaal. Op die schaal staat de eenheidsstaat links, confederale systemen rechts en daartussen bevinden zich federale staten en alles in de overgang van het ene naar het andere model. Links vind je eenheidsstaten en staten met aparte regio's die toch nog heel gecentraliseerd zijn. En hoe meer autonomie en minder samenhang, hoe confederaler. En zo is het ook in de praktijk. De meeste landen zitten ergens tussenin en schuiven geregeld op naar links of naar rechts. Hoe zit het in België? Waar op de schaal staan wij? Wel, België vertoont momenteel zowel federale als confederale kenmerken. De bevoegdheden, bijvoorbeeld onderwijs, justitie, zijn, zoals in de meeste federale staten, evenwichtig verdeeld tussen het federale niveau en de deelstaten. Qua besluitvorming zijn de verhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen al wat meer confederaal. Als de ene taalgroep zich benadeeld voelt, kan ze bijvoorbeeld een veto stellen. Met andere woorden, je kan op federaal niveau niks beslissen zonder de ander. Misschien zijn we wel vanzelf naar een confederatie aan het evolueren. Met elke staatshervorming gingen er meer en meer bevoegdheden naar de deelstaten, maar werd er niets ingebouwd om samenhang te bewaren. En dat kan op verschillende manieren. Bevoegdheden herfederaliseren, een federale kieskring. Het zijn voorstellen die al gelanceerd zijn, maar waarvoor de meeste Vlaamse politici weinig belangstelling hebben. Dus, eigenlijk wordt het begrip confederalisme vaak verkeerd gebruikt en bedoelt men er een ver doorgedreven federalisme mee. Dan zou het land niet moeten splitsen. Wie naar de klassieke definitie verwijst, wil duidelijk stellen dat het land zal verdwijnen. In de nieuwe definitie is dat niet noodzakelijk het geval. Maar natuurlijk, hoe verder je model naar rechts opschuift, hoe meer kans je loopt dat België uiteindelijk uiteenvalt. Dat zegt de wetenschap.